Het is hier echt wel heel erg nog. Boeren zijn over het algemeen toch positief ingesteld. Maar de afgelopen dagen merkte je onder je collega's dat het, de wanhoop sloeg wel toe bij deze geen. Er viel in de regio Annapolona in 2,5 week tijd 300 mm regen. Shit, jongens. Oh. En dat is funest voor de aardappelen. Nou, hier kan je dus goed zien. Deze ruggen staan zeker voor 50 tot 70% onder water. De aardappelen verzuipen letterlijk. Daarmee komt een groot deel van het inkomen van de boeren nu in gevaar. En dan praat je hier al snel over een saldo per hectare normaal gesproken van tussen de 15.000 en 20.000 euro. En dat zal dus ook de schade zijn als hier een hectare verrot. Hier zien we dus een greppel die gefreesd is met een greppelfrees. En die greppel is getrokken vanuit het laagste punt van het perceel en voert het overtollige water af naar een afvoersloot. Nou was de regenval extreem, maar de schade had misschien voorkomen kunnen worden als het water beter had kunnen weglopen. En wij pleiten er eigenlijk voor om in overleg te gaan, om deze sloten in ieder geval voor eind augustus schoon te hebben. De boeren willen ook dat er voortaan eerder begonnen wordt met het wegpompen van het water. Er moet meer naar het weer gekeken worden en minder naar agenda's en computerberekeningen. Preventief pompen, dat is absoluut het geval. Ja. En dan maakt het niet uit als uiteindelijk die regen niet valt die ze voorspellen. Maar dan ben je er wel op voorbereid. En dan zit je achteraf niet met je handen in het haar. Omdat het toch weer eigenlijk te laat is.